Welkom bij het nieuws van vandaag. We gaan het vandaag hebben over de schietpartij in Amsterdam. Schietpartij in Amsterdam? Dat is het verkeerde schip. Oh, nou, hier is de andere. Oh, nou, ook goed. We gaan het vandaag hebben over de armoede in Nederland. Om te kijken hoe verschillende mensen hierover denken, hebben we natuurlijk onze correspondent Pepijn Engelen gestuurd om de lokale mensen te vragen hoe zij over dit onderwerp denken. Eerst een korte intro over het onderwerp armoede. Kan ik mijn kinderen vanavond te eten geven? Aardappeltjes, ja? Die vraag stellen arme mensen zichzelf regelmatig. Wanneer ben je arm in Nederland? Dat is als je rond moet komen met minder dan 1030 euro per maand. Voor een gezin met twee kinderen is dat minder dan 1930 euro per maand. In 2015 geldt dat voor 8,8% van alle huishoudens. Dat zijn dus meer dan 600.000 huishoudens die moeten rondkomen met weinig geld. Meer huishoudens moeten nu ook langere tijd rondkomen met weinig geld. Een laag inkomen betekent ook weinig geld voor kleren, schoolreisjes en sport. Deze huishoudens komen rond dankzij toeslagen of hulp van de gemeente. Ondertussen worden de rijken steeds rijker. Het verschil tussen arm en rijk wordt groter. De rijkste 1% van ons land bezit bijna een kwart van het vermogen. Terwijl de onderste 60% van de bevolking maar 1% van het vermogen bezit. Wie rijk geboren wordt, blijft vaak rijk. En andersom, wie opgroeit in armoede, komt daar vaak moeilijk uit. Vaker volgen armen een lagere opleiding. Daarna verdienen ze vaak ook minder geld. En daarom hebben nog steeds mensen in ons land hulp nodig. Dit was een korte introductie over het onderwerp armoede in Nederland. Dan schakelen wij nu over naar onze correspondent Pepijn Engelen. Nou, we zijn net de straat opgestuurd door onze presentator en we gaan vragen wat mensen van armoede in Nederland vinden. Kom mee. Het is natuurlijk wel lastig om mensen hier te vinden, want ja, een bos komen niet veel mensen. Nee, meneer Van Binschoten, de bekende politicus, lijsttrekker van de LVB. Dat ben ik, ja. Mag ik u een vraag stellen? Ik heb wel even tijd. We hebben het over armoede in Nederland. Dus wat vindt u van armoede in Nederland? Het is een heel gevoelig onderwerp, een heel belangrijk onderwerp in Nederland. Maar wij als partij zijn van mening dat wij heel veel opties bieden om dit goed met op de voet te zetten. Maar dat deze niet altijd worden gebruikt. En dat vind ik wel een beetje gemeen. Oké. Hoe kijkt u erop neer dat mensen in de bijstand leven? Het is natuurlijk helemaal niet iets dat wij als staat willen bereiken. Daarom is het ook zonde om zoveel mensen in de bijstand te hebben. Maar we willen wel dat men begrijpt dat als zij arbeidsongeschikt zijn, dat zij alle recht hebben om van deze uitkering te genieten. Maar dat als zij niet arbeidsongeschikt zijn, dat ze gewoon heel veel opties hebben om te kunnen werken. En dat willen wij voor hen regelen. Dat vond ik een professioneel antwoord. Wat vindt u ervan? Moeten de bedragen voor de bijstandsuitkering verhogen, zo blijven of verlagen? Wij als partij zijn van mening dat als u wel kunt werken, maar het niet doet, dat u eigenlijk helemaal geen bijstandsuitkering nodig hebt, maar gewoon kunt werken. Terwijl als je echt helemaal niet kunt werken, dan heb je echt een recht op de bijstandsuitkering. En daardoor kan die dus ook worden verhoogd, omdat er minder mensen recht hebben op de bijstandsuitkering. Nou, dat vind ik ook een goed antwoord. Nou, als laatste vraag, hoe zou u het vinden als u in de bijstand moet leven? Nou, ik begin toch echt een beetje laat te komen van mijn afspraak die ik al een tijdje heb staan. Dus ik denk dat ik er maar eens van doorga. Maar u kunt dus geen antwoord geven op deze vraag? Ik heb een afspraak van 5 minuten. Oké, maar meneer. Meneer Van Binschoten heeft veel vragen kunnen beantwoorden. Maar we gaan dus nu op zoek naar meer mensen. Tot zo. Nou, welkom terug. We zijn even van een nieuwe locatie geswitcht. We zijn nu bij een sociale huurwoning. En we gaan op zoek naar mensen om te vragen over armoede. Meneer? Oh ja. Kan ik u wat vragen over armoede in Nederland? Oh ja, zeker. Dat kan zeker. Ik woon ook in de bijstand. Heel mooi uit. U leeft in de bijstand. Kunt u daar een beetje fatsoenlijk opkomen? Ja, dat gaat wel. Het is soms een beetje krap, maar we komen rond, weet je wel. En we hebben hier perfecte woon.
woningen, niet duur, sociale huurbouw. Het wordt gewoon allemaal vergoed, echt easy peasy. Kijk, moet lukken toch? Nou, dat vond ik een goed antwoord. Wat vindt u van de maatregelen die in Nederland worden getroffen voor armoede? Ja, het zijn op zich best wel goede maatregelen hier in Nederland. Want als je bijvoorbeeld naar Afrika kijkt, daar zit je gewoon heel snel in de stoppenwijk als je arm bent. Als je een klein beetje hulp zoekt, nou, dan eindig je al voor je. Is een prima wijk. Perfect. Het is wel op zich, dat is wel een probleempje met mijn kinderen. Maar daar krijg je ook gewoon een vergoeding voor. Dus uiteindelijk komt de vergoeding altijd goed. Nou, ik zie dat u er lekker bij zit. Dus je lekker in een steentje lekker gaan drinken. Dus u heeft eigenlijk alles prima hier, zo te zien. Ja, het is gewoon een topplekje hier. Ja, ik kan niet klagen, weet je wel. Prima. Wilt u dat de uitkeringen verhoogd worden? Zo blijven? Of lager? Nou, een hogere uitkering zou voor mij altijd gewoon perfect zijn. Hoe meer geld te weten, al helemaal als ik voor niet voor moet werken, weet je wel. Dat is wel prachtig zo. Ja, maar u weet wel dat de uitkeringen worden betaald door de mensen in de maatschappij. Ja, ja. Maar kijk, ik zou op zich ook wel in die maatschappij iets willen doen, maar dat is gewoon vaak niet mogelijk. Ik heb spasmus, dan schiet ik gewoon weg. Ik kan gewoon niet werken met mijn jongens. Dus je bent de arbeider ongeschikt? Ja, eigenlijk, precies zo kun je het zeggen, ja. Nou meneer, dankjewel. Dan gaan we op zoek naar de volgende slachtoffer. Misschien in de volgende locatie, maar dat weten we niet. Tot zo. Nou dames en heren, welkom terug. We zijn op zoek gegaan voor een mooie locatie waar een paar mooie huizen zijn. Misschien kunnen we hier nog iemand vinden. Kom maar mee. Toevallig, er is iemand. Meneer? Meneer? Ja. Oh, hallo. Kan ik wel vragen over armoede in Nederland? Armoede? En dan vraag je aan mij? Serieus? Ik drink wijn. Ik heb een boom. Ik eet kaviaar als ontbijt. En dan vraag je aan mij? Serieus? Ga toch weg, man. Je een beetje empathie moet hebben voor de mensen die in armoede leven. Hoe komt het dat u zelf niks heeft te maken met armoede? Nou meneer, als ik heel eerlijk ben. Ik heb helemaal niks met arme mensen te maken. Het is mijn eigen probleem. Zoek het maar lekker zelf uit. Ja. Nou, dames en heren, je ziet het. Het was kort maar krachtig. Maar nu weet je echt hoe rijke lui denken over de mensen die in armoede leven. We gaan weer snel terug naar de studio. Tot zo. Dankjewel, Pepijn Engelen, voor deze prachtige interviews. Maar dat was gelukkig nog niet alles, want we hebben natuurlijk ook nog de schietpartij in Amsterdam. Oh, natuurlijk, u mag dat zeker, ja. Dat vond ik een professioneel antwoord. Wat vindt u van de maatregelen die we genomen in Nederland? Yo, jij stuurt zo'n f***ing glimlach. Oh. Nou, dat vond ik een professioneel antwoord. Wat vindt u van? Dat vond ik een professioneel antwoord. Wat vindt u van de maatregelen die we genomen in Nederland? Voor de mensen die nee, gestopt? Ja, ik had hem gestopt. Ja, je zei direct een kutten. Meneer, hoe kijkt u neer op de mensen die in de bijstand leven? Dat is natuurlijk helemaal niet iets dat wij als staat willen hebben. Hey, let op, gast! Wat ik dacht...